Dag dames en heren, een kleurrijke zonsopkomst vanochtend op veel plaatsen. Vooral in het midden van Nederland kwam ook in eerste instantie nog mist voor, maar dat loste snel op en wat volgde was een mooie ochtend met ook snel oplopende temperaturen. Veel ruimte voor de zon en de temperatuur liep dus flink op, want rond het middaguur was het op de warmste plaatsen al zo'n 22 graden. Nu is dat wel het moment waarop er stapelwolken gaan ontstaan. Dat zien we hier ook al, de eerste wolkjes ontstaan al en dat gaat vanmiddag op steeds meer plaatsen gebeuren. We zien de brede opklaringen op de satelliet vanochtend, maar met name boven de zuidelijke helft ontstaan aan het eind van de ochtend al felle witte vlekken. Dat zijn die stapelwolken en die gaan zich geleidelijk noordwaarts over het land uitbreiden. En daaruit gaan ook buien ontstaan vanmiddag. Vooral in de tweede helft van de middag kunnen dat lokaal stevige buien zijn met kans op onweer, maar tussendoor is er ook zeker nog ruimte voor de zon. De middagtemperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden en daarbij staat in eerste instantie nog niet zoveel wind. Later in de middag gaat aan de kust de wind geleidelijk toenemen, naarmate of vrij krachtig uit een zuidoostelijke richting. Vanavond en vannacht neemt de wind nog wat verder toe. Mogelijk wordt het zelfs af en toe krachtig vlak aan zee, nog steeds uit een zuid- of zuidoostelijke richting. Want inwaarts wordt het overwegend droog, maar met name in de kustgebieden en in het zuiden van het land neemt in de loop van de nacht de kans op buien opnieuw toe. En die buien zien we morgenochtend geleidelijk over het land uitbreiden van zuidwest naar noordoost. Met name in het binnenland en in het noordoosten is daarbij kans op onweer. Daar wordt het wel het warmst met zo'n 22 graden. Elders wordt het een graad of 20. En er komt een stevige wind te staan uit een zuidwestelijke richting. Langs de kust, soms een krachtige wind. Met bij buien kans op windstoten tot zo'n 70 km per uur. Ook de dagen daarna is het wisselvallig, met eigenlijk elke dag wel buien. Met name op zondag staat er ook een stevige wind. Ook dan is er langs de kust kans op flinke windstoten. In de loop van volgende week lijkt het allemaal wat droger te worden. Maar echt warm zomerweer zit er voorlopig nog niet in. Ik wens u een mooie dag.